Tomorrowland rijdt niet alleen om de zotste outfits, maar ook om zotte make-up looks. Ik heb die van mij al vastgekregen van Ines van MAC. En ik ga haar nu eens vragen welke looks we hier nog kunnen aantreffen. Kom! Ines, jij bent senior artist bij MAC. En MAC verzorgt hier alle make-up van de randanimaties. Wat is nu uw favoriete look? Goh, waar ik bijvoorbeeld aan denk is de Bazaarville Director. Dat vind ik wel een heel leuk personage. Is dat juist? Ja, de Bazaarville Director is een man. Wat ik al fijn vind, want dat is, vaak denken ze met ex van ah, het zullen wel vrouwen zijn, maar de mannen hier hebben ook wel echt ontzettend knappe looks. Hij heeft een soort van heel excentrieke baard, die is er helemaal opgetekend, heel fijn, met roze blozende wangetjes, een hoge hoed, alles op en eraan. Dus samen met zijn kostuum en zijn make-up en ja, zijn kapsel, zeg maar, verandert hij helemaal. Als we hem hebben opgemaakt, dan komt hij meteen in zijn rol en je kunt dat echt zien. En hoeveel verschillende personages zijn hier nu juist op Tomorrowland? Oh, ontzettend veel. Ik denk dat we zeker bijna tegen de 30 looks zitten. Dus toch wel een heel aantal. Dat is heel veel. Jij hebt mij dus straks ook een heel mooie make-up look gegeven. Stel nu, ik wil volgend jaar terugkomen naar Tomorrowland en ik wil het zelf thuis doen. Ja. Op wat moet ik dan zeker letten? Als je wilt dat hem goed blijft zitten, dan zou ik zeggen, gebruik zeker waterproof producten. Ik heb ook nu je mascara waterproof gebruikt. Als je dan bijvoorbeeld, als het echt super warm wordt of het regent, dan blijft hem altijd mooi. Hetzelfde voor je foundation en ook je lippenstift. Dus dat zijn qua keuze van producten, als je dan 's ochtends de moeite doet om je mooi op te maken, dan ben je ook zeker dat het de hele dag mooi blijft. En ik heb nu als eyecatcher eigenlijk een heel fel oranje lippenstift. Ja. Wat zijn zo nogal de kleurtjes die heel trendy zijn nu qua make-up? Ik denk dat de trend vooral is van durf kleur gebruiken. Maar een van de meest voorkomende kleuren is toch, vind ik, aqua. Dus echt zo appelblauw zeegroen in alle variaties. Van munt tot heel fel appelblauw zeegroen. Ines, merci voor de heel mooie look. Het is hier alvast helemaal geslaagd op Tomorrowland. En nog veel plezier hier. Dankjewel.